Geloof ik ook wel. Wat wel echt een hekel, hekelpunt hekel hierin is, zijn de factcheckers. Want wie checkt de factcheckers? En als je daar het geld volgt, dan kom je er ook achter dat dat, ja, het zijn gewoon reclamebureaus. Hij heeft heel ja. gechargeerd. Ja. En ik vind het, vind het een heel vervelend en dubieus fenomeen. In Nederland heb je ook zo'n factcheckersclub. Dat is. Klopt dat wel.nl? Yeah. Die hebben ook de video van professor Theo Schetters gedebunked. Oh, ja? Tegenwoordig moet alles gedebunkt worden. Tegenwoordig mm. heb je niet meer een, een wetenschappelijk debat. Of een, of een meningsverschil. of een verschil van opvatting. Het is gewoon waar of niet? Het is meteen ook fake. Ja. Het is gedepunkt. Oh, ja. He, het ja. is af. Het is onzin. Het is, wordt geridiculiseerd. En dat vind ik een, een hele kwalijke zaak. Want uh, um, professor Schetters is geen, uh, geen uh, antifaxer en geen blaaskaker. Die man zit daar gewoon. Uh, naar Eren geweten met zijn deskundigheid te vertellen dat, wat hij ervan vindt en hij spreekt zijn zorgen uit en ik heb ook andere immunologen en andere professoren en artsen ook gebeld en ge gevraagd van heb je het video gezien wat vond je ervan en die zeggen nou hij was nog redelijk uh, dat had nog wel steviger gekund maar ik vond hem heel ja. ingetogen dus ik uh, onderschrijf ook wat hij zegt dus het is breed gedragen onder heel veel wetenschappers maar dan komt er dan zo'n debunk en dat, dat hele mechanisme nu van fact-checkers, dat is natuurlijk een, 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 een rage, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Die heel erg geënt is op alles wat tegen het overheidsnarratief is. Ja. En dat is zo opmerkelijk, zo'n klopt dat wel.nl. Die hebben de afgelopen maanden alleen maar zaken gediebund... die niet in lijn waren met de narratieven van de overheid. Ja. Ze zullen nooit eens zeggen van ja van Dissel, wat jij in de afgelopen maanden hebt gezegd, klopt dat wel? Mm -hmm. Hè? Of uh, uh, het, de Faisal-studie, klopt die wel? We ja. beginnen ze niet eens aan. Dus dat alleen al laat zien dat dat hele fact-checken gebeuren... natuurlijk ook weer iets is wat ja. eigenlijk gefact-checkt zou moeten worden... In, in, de, in de basis van, ja, wat zijn nou eigenlijk de drijfveren van die mensen? Hoe worden ze gefinancierd? En, uh, en moeten we dat dan wel weer geloven? Ja. Ja, maar dan je, ja, daar ben je ja. ook weer tijd aan kwijt, dus...